staan hier 12 prachtige meisjes voor mij. Maar jullie kunnen niet allemaal in de topmodel mensen blijven. We hebben vandaag namelijk een paar hele mooie foto's gezien. Maar ook een paar teleurstellende. En hier in mijn handen heb ik de foto's van de meisjes die wel nog kans maken op de titel Benelux Next Topmodel. Als ik je naam noem, stap dan naar voren en neem je foto in ontvangst. Maxime. Alsjeblieft, Katrina. Gefeliciteerd. Melanie. Ja, alsjeblieft. Sarah. Alsjeblieft, Tessa. Alsjeblieft. Angeline. Leonne. Gefeliciteerd. Bianca. Gefeliciteerd. Roxana, Denise en Adina, zouden jullie met z'n drieën naar voren willen komen, alsjeblieft? Wie van jullie gaat naar huis? Word jij het, Roxana? Gaat Denise naar huis? Of mag Adina blijven? Ik heb wel een beetje slecht nieuws voor jullie, want ik heb nog maar één foto. Die ene foto. Staat er niet. Gefeliciteerd. Roxana en Adina. We vonden jullie prachtige kandidaten. Maar jullie worden helaas niet Benelux Next Topmodel. Dus ik zou jullie nu willen vragen om naar huis te gaan, spullen te pakken en de topmodel mensen te verlaten. Dankjewel. Ik had wel verwacht dat ik eruit ging. Ja, ik weet niet waarom, maar het is gewoon een volgevoel. Ik ga zeker door. Het is mijn droom en mijn passie. Dus ik ga echt niet stoppen hoor. Iedereen gaat mij gewoon nog zien in bladen binnenkort. En no way dat ik ga stoppen. Echt niet. Ik heb het jammer dat het avontuur afgelopen is. Ik heb het niet zo snel verwacht. Maar ik heb hele mooie momenten meegemaakt. En ik zal het zeker niet vergeten. Ja. Op de drukste winkelstraat van Antwerpen. Moet je jezelf net eens horen schijnen. Ja, en ervan genieten, want het is echt zo'n leuk beroep.